volgorderopvolging van Arcelor. Dat gebeurt momenteel in een SAP HANA database. En dat zijn processen die om het uur slechts lopen voor berekeningen. Arcelor die wil meer streven naar een real-time communicatie met haar klanten en haar middle office om ze zo snel mogelijk op de hoogte te kunnen brengen van afwijkingen op dat orderproces. Hiertoe hebben wij gekeken of dat een Lambda-architectuur een oplossing kan zijn hiervoor. Een Lambda-architectuur is eigenlijk een architectuur die data kan lezen die zich op twee verschillende snelheden beweegt. Dus een real-time gegevensstroom gecombineerd met een batchverwerking. Wij hebben hiervoor een proof of concept opgezet op het Azure Data Platform. En we hebben daarmee kunnen aantonen dat het technisch gezien de oplossing werkt, maar dat Arcelor nog wel heel wat businessvragen heeft om op te lossen.